Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Ewent. In deze aflevering van Hardware Info TV, een preview van de DJI Spark Drone. Welkom bij Hardware Info TV. DJI heeft kort geleden een nieuwe drone aangekondigd. Hij luistert naar de naam Spark en het meest bijzondere aan het model zijn de afmetingen. Want waar ze laatst al met de Mavic een heel erg kleine drone hadden, bewijzen ze met de Spark dat het nog kleiner kan. Nou ja, je zou bijna zeggen, die Mavic is nog een keer door de helft gegaan. Ja, en DJI is bekend van zijn cameradrones. Ik bedoel, er zijn sowieso hele kleine mini-droontjes te koop, maar dat is echt speelgoed. Terwijl DJI staat bekend om drones die gewoon goede foto's en video's maken. Dat is ook nog steeds het idee van die Spark. Maar net wat je zei, de Phantom 4's, dat waren echt apparaten die ongeveer zo waren. De Mavic was zo. En dit apparaatje, ja, het is zo'n beetje weer de helft daarvan. Hij weegt ook maar 300 gram. Dus het is echt een heel klein apparaatje. Ja, en hij is enerzijds bedacht als een beetje makkelijk mee te nemen drone. En anderzijds zou je kunnen zeggen dat het een beetje een beginnersdrone is. Ja, wat ze hebben gedaan is dus heel erg klein gemaakt, maar niet de invouwbare wieken zoals we dat bij de Mavic hadden. Je ziet hem hier naast de Mavic, zowel gebruiksklaar als ingevouwen. Nou, bij de Spark kan je nog wel de propellers dubbel klappen, waardoor ze minder ruimte nemen. Maar je kan niet de armen inklappen, wat bij de Mavic wel kon. DJI zegt het is een kleine lichte drone. We wilden met name zorgen dat hij tegen een stootje kan. En op het moment dat je vouwbare dingen gaat maken, voeg je één gewicht toe en maak je het minder stevig. Dus dit is de keuze die ze hebben gemaakt. Ja. En ja, de vergelijking met die Mavic is sowieso wel interessant, omdat dat was tot nu toe de kleinste camera drone. Met een goede camera van DJI in ieder geval. En de Mavic, de Spark leent wel heel veel van de Mavic. Ja, want als we hier even de specificaties op het scherm toveren en die vergelijken, en als we bovenaan kijken, de sensor die erin zit, die lijkt hetzelfde. Ze maken allebei gebruik van een 1/2 inch sensor. Dus je zou op basis daarvan zeggen, de beeldkwaliteit moet ongeveer hetzelfde zijn. Achterliggend zal de processor die erin zit wel anders zijn, want waar die Mavic bijvoorbeeld mogelijkheden biedt voor 4K video, is dat bij de Spark beperkt tot Full HD. Ja, en ze zeggen het niet helemaal, maar ze geven wel ongeveer aan dat het dezelfde sensor is. In beide gevallen dus een 12 megapixel sensor, voor de duidelijkheid. Ze kunnen allebei ook 12 megapixel foto's maken, maar daar zie je ook al gelijk weer een verschil, want bij de Mavic kan dat in JPEG en in RAW, terwijl bij de Spark kan je alleen JPEGs maken. Nou, dat geeft toch wat minder bewerkingsmogelijkheden. En hij is dus inderdaad qua video beperkt tot 1080p met 30 beelden per seconde. Terwijl bij de Mavic kan je in 4K opnemen of in 1080p met bijvoorbeeld 60 beelden per seconde, waardoor je vloeiendere opnames kunt maken. Ja. Ander belangrijk verschil is de gimbal. Dat is dat dingetje waar de camera aanhangt die eigenlijk bewegingen van de drone kan compenseren, zodat je gewoon een stabiel beeld hebt. Die werkt bij de Mavic op 3 assen, dat is ook standaard, en bij de Spark op 2 assen. Dus dan denk je al snel, krijg ik trillend beeld. Ja, het is 3 assen, dat betekent dus dat die de rolas, dus als de drone deze beweging maakt, compenseert. Nou, dat doet de Spark ook. En hij compenseert ook het op- en neergaan van de drone. Dat wordt ook gecompenseerd. Maar wat hij niet compenseert zijn bewegingen rond de X-as. Dus op het moment dat je de drone laat ronddraaien of dat hij door de wind een klein beetje wordt rondgedraaid, dat wordt niet hardwarematig opgevangen. Wat ze wel doen is dat ze eigenlijk een grotere field of view opnemen dan dat er daadwerkelijk wordt gebruikt. Waardoor ze softwarematig nog een beetje kunnen schuiven in het beeld om dus te stabiliseren. En ik moet zeggen, in de praktijk blijkt het echt goed te werken. Wij hebben het apparaat kunnen testen onder toch een klein beetje windige omstandigheden. En op het moment dat je hem stil in de lucht laat hangen, weet hij de shots echt ook gewoon goed mooi stabiel te houden. Ja. Maar goed. Dit zijn nou wel echt de nadelen ten opzichte van die Mavic. Het staat ook wel tegenover dat het product een heel stuk goedkoper is. Want die Mavic betaal je al een kleine €1200 voor. Deze begint bij 599, laten we dat €600 noemen. Dan krijg je hem wel heel erg kaal. En ook met op het vlak van bereik wat minder mogelijkheden. En als je een luxe variant wil, dan betaal je €800. Maar nog altijd een heel stuk minder. Ja, dat is inderdaad een heel stuk minder. En de standaard versie krijg je dus echt alleen maar de drone, een accu en een kabel om hem via micro USB op te laden. Dat laat je dus echt in de drone zelf op. Dus daar kan je gewoon een willekeurige oplader voor gebruiken. Dat gaat niet heel snel. En je hebt dus ook geen controller standaard erbij. De bediening kan op twee manieren. Via de DJI Go app. En dan dus met eigenlijk virtuele controllers op het scherm van je smartphone. Die manier van bediening kennen we. Dat gebruikt onder andere Parrot ook voor de AR-drones. Ik heb het apparaat op die manier kunnen gebruiken. Het werkt vrij goed. Alleen je mist toch de feedback van een echte controller. Dus je weet niet hoeveel gas geef ik als het ware. Yeah. Het werkt wel. En de andere mogelijkheid die je hebt om het apparaat te bedienen is met gestures. Dus gewoon echt letterlijk met gebaren. Je houdt hem op je hand en hij herkent je gezicht. Dus er zit slimme software in. En op het moment dat hij een gezicht herkent, zegt hij oké, nu stijg ik op. En dan stijgt hij op, gaat hij ongeveer een metertje naar achteren. En dan door je hand te bedienen, het is net alsof je in een Star Wars film bent beland en je de Force kunt gebruiken. Dus door je hand te bewegen, kan je die drone positioneren zoals je wil. En door dan vervolgens dit gebaar te maken,
maakt hij 1 of 2 seconden later een selfie shot als het ware van je. Ja. Wil je hem liever wat verder weg hebben, dan zwaai je naar de drone en vliegt hij 20 voet of 12 meter of 6 naar achteren en omhoog. En maakt hij dus ook, als je met meerdere mensen bijvoorbeeld staat, een groepsfoto. Nou, dat soort dingen, dat is natuurlijk allemaal echt heel erg tof. Van door weer naar hem te zwaaien, komt hij weer terug en landt hij op je hand. Ja, dat zijn toch wel redelijk geniale dingen. Ja, en je zei, als je al wil gaan vliegen, dan heb je toch liever die echte controller. En dat is niet alleen omdat het gewoon lekkerder aanvoelt, maar ook omdat hij dan sneller kan en verder kan. Ja, want standaard de verbinding met je mobiele telefoon gaat uiteraard via wifi. Nou, daarvan zeggen ze van het bereik is gewoon sowieso niet zo groot, maar ze beperken het bovendien tot 100 meter ver van je af of 50 meter hoog. Allebei trouwens, 100 meter en 50 meter. Terwijl als je die controller gebruikt, ja, dan wordt het 2 kilometer. Zover mag je in Nederland helemaal niet. Dus, maar je hebt dan een veel groter bereik en dan gaat het ook harder. Want standaard gaat die volgens mij 14 kilometer per uur ongeveer. Zo met de controller erbij is dat 50. Ja. Nou, het is en blijft natuurlijk primair een cameradrone. Dus het doel van het hele ding is gewoon hele coole foto's en video's maken. Nou, dat hebben we de laatste paar keer over DJI-drones hebben gehad, al een paar keer over gehad. Dat ze daar steeds mooiere functies bij maken. Met rondjes vliegen rondom het object wat je wil volgen. Noem het allemaal op. En ook nu weer hebben ze weer een paar nieuwe dingen bedacht. Je had het al over die mogelijkheid van die groepsfoto, maar daar blijft het niet bij. Nee, er zit ook een automatische bijvoorbeeld panorama-functie in. Dus je stuurt het ding de lucht in, dan gaat die, neemt hij gewoon steeds verschillende foto's die automatisch aan elkaar stitcht. Dat zijn allemaal software dingen die gewoon in de loop van tijd aan meer DJI-producten worden toegevoegd. Ik moet zeggen, daar zijn ze niet uniek in. Maar wat die bijvoorbeeld ook kan, is dus die Active Track functie die we ook van de Phantom 4's en van de Mavic kenden. Dus dat op het moment dat je je camera en de app gebruikt op je telefoon, sleep je een vierkantje om een object, bijvoorbeeld om een mens of om een auto wat je wilt trekken. En vervolgens gaat hij daar zelf achteraan of vliegt hij eromheen. Of een nieuwe functie is een helix waar hij een steeds grotere cirkel eromheen vliegt. Ja, allemaal dat soort toffe shots kun je dus heel makkelijk automatisch maken. En de beeldkwaliteit, want hij is dus beperkt in video tot 1080p. Maar de beeldkwaliteit is wel heel goed, want ze zeggen ook, we gebruiken echt heel de sensor. We lezen heel de sensor uit en we verkleinen het beeld daarna. Want dat is beter dan een deel van de pixels uitlezen, want dan krijg je last van aliasing. Nou ja, we hebben niet uitgebreid kunnen testen, maar het beeldmateriaal wat we zelf hebben geschoten ziet er wel echt gewoon goed uit zonder aliasing. Het is maar 1080p en het is maar 30 fps, maar het ziet er wel gewoon knap uit. En ook de foto's zijn op zich best oké, ondanks dat het JPEG is en je dus niet alle mogelijkheden van een RAW-file hebt. Ja. Maar het is echt niet slecht. Ja. En dan is wel nog direct een andere vraag. Hoe groot is de kans dat je dit ding aan gruzelementen vliegt? Want de vorige keer hadden we het er nog over dat bij die meest luxe DJI-drones dat er nu aan alle kanten sensors zitten, dat je niet tegen de muur of tegen een lantaarnpaal of wat dan ook aanvliegt. Dat moet bij dit kleinere model natuurlijk beperkter zijn. Ja, het zit aan de voorkant. En die sensoren worden dus ook gebruikt om je gezicht te herkennen. Maar aan de voorkant heeft hij dus inderdaad die mogelijkheid om te herkennen of er objecten zijn. En daar dus ook niet tegenaan te vliegen om automatisch er overheen of er langs te gaan. Aan de andere kant heeft hij dat niet. En onder andere die functie waarbij je met je hand navigeert en hem dan wegstuurt. Ja, daar moet je dus wel goed opletten, want hij vliegt dan naar achteren, dat je hem dan dus niet een boom instuurt of een lantaarnpaal, want hij heeft dus geen sensoren aan de achterkant. Maar tegelijkertijd zei je wel, hij is wel redelijk degelijk gebouwd. Dus. Ja, ik heb er tijdens de dag dat wij er waren een paar zien crashen en allemaal hebben ze dat overleefd. Ik bedoel, alles kan kapot, maar het lijkt wel echt een heel stevig ding. Ja. €600 zeiden we dus, maar eigenlijk €800 voor de versie die je wil hebben, want die extra's zijn eigenlijk bijna meer must-have dan nice-to-have. Ja. Het is een heel stuk goedkoper dan de Mavic of een menig ander drone, maar het blijft wel een aankoop waar je toch wel echt even over nadenkt. Ja, ik moet wel nog zeggen, nog even voor de duidelijkheid, bij die duurdere versie, dus die €200 duurdere versie, krijg je ook een extra batterij en een losse lader, want normaal moet je dus via USB opladen. Je krijgt dan een losse lader waar je 3 accu's in kan laden en wat ook sneller gaat, dus die meerwaarde is wel echt meerwaarde. Dus ik zou ook inderdaad altijd die €800 versie kopen. Ja, dan kom je op het punt dat je bijvoorbeeld ook een oudere Phantom 3 kan kopen, wat qua video wellicht nog een betere keuze is. Alleen maar het wel gewoon een groter apparaat. Dus helemaal wat minder van die geavanceerde functies heeft. Dus ja, en deze is wel klein genoeg dat je bij wijze van spreken meeneemt naar de dierentuin. Ja, hij wordt geleverd standaard in zo'n E3 wat je ook wel kent van luxere hoofdtelefoons. Dus zo'n dubbelgeklapt ding met een rits wat je dicht kan doen. Nou, dat past gewoon makkelijk in je tas. En zeker als je die controller niet hebt, dan kan je dus of met je smartphone bedienen of inderdaad gewoon met handgebaren als je even snel een selfie wil maken. Ja. Nou, dat is wel echt uniek. De mogelijkheden in combinatie met de beeldkwaliteit. En dan blijkt het toch wel echt een heel leuk spelendingetje. Tot zover. Hart Even TV voor vandaag. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer.